Wat is zoekintentie nu precies en waarom is het belangrijk? Dat is wat we nu in de komende tijd even gaan behandelen. Als je daar vragen over hebt, dan mag je ze die sowieso natuurlijk stellen. Ik ga er wel even vanuit dat het meeste wel aan bod komt. Andere vragen over SEO en gerelateerde zaken mag je natuurlijk altijd stellen. We gaan even kijken of we aan alle vragen toekomen aan het eind van het webinar. Allereerst, wie ben ik dan? Nou, Nathan Veenstra dus. Ik ben eigenaar van Letterzaken. En ooit begonnen als tekstschrijver met focus op SEO, webteksten. En uiteindelijk eigenlijk veel meer doorgegroeid naar echt puur SEO, een stukje conversiegerichtheid. En daar eigenlijk helemaal mee bezig. Eigenlijk is dat een kleine verrassing dit. Want officieel wordt het pas morgen bekendgemaakt. Dus jullie hebben een scoop die eigenlijk verder niemand tot nu toe heeft. Vanaf volgende maand wordt Letterzaken omgedoopt in nieuwe naam Optimus Online. Omdat Letterzaken eigenlijk iets te veel nog hing aan het oude tekstverhaal. En daar past dus een nieuwe naam bij. Verder ben ik dus SEO-specialist. Ik heb eigenlijk alle trainingen die er zijn bij SEO-guru gevolgd. En daar heb ik de theorie met name op gedaan, maar SEO leer je vooral echt door het zelf te doen. Dus alles wat je nu meekrijgt is ook voor een heel groot gedeelte gebaseerd op mijn eigen ervaring, op mijn eigen werk en kennis die ik zelf heb opgedaan in de afgelopen jaren. Maar die opleidingen die hebben natuurlijk ook wel bijgedragen aan een stukje theorie, maar ook eigenlijk wel aan zelf nadenken en ervaren hoe het is met SEO. Alain Sedon van SEO Guru is iemand die wel heel erg mooi praktijkgericht is. Als je hem een vraag stelt, dan kan hij dat heel mooi gaan uitzoeken en beredeneren waar je bij staat, bij wijze van spreken. En daar heb ik ook heel veel van geleerd. Verder heb ik de Master Online Overtuigen bij Consumptie gevolgd. Daarmee ben ik officieel Online Persuasion Qualified Individual. Klinkt heel leuk, maar het gaat er dus vooral ook om dat ik daarmee ook snap hoe een stukje online verleiding werkt, hoe je mensen converteert op je website. Daarnaast kun je me misschien kennen van IMU, waar ik gastblogs voor heb gepubliceerd. Avans Hogeschool geef ik les op, zo af en toe gastcolleges als het gaat om de minor online marketing. En verder ben ik lid van het SEO-panel van Frank Watching. Bij Frank Watching kwamen ze regelmatig problemen tegen met artikelen over SEO. Daar stonden toch nog wel eens wat dingen in waar flinke discussie over ontstond, waar je over kon discussiëren of het inderdaad allemaal wel klopte. Dus ze hebben een SEO-panel opgestart met een aantal SEO-specialisten daarin om de artikelen vooraf te beoordelen voordat ze gepubliceerd worden. Waarbij we dus inderdaad kijken naar, kan het zo? Staan er geen echt pure onjuistheden in? Goed, wat gaan we vandaag behandelen? Het zoekwoordenonderzoek, dat kennen we denk ik allemaal wel, maar daar gaan we wel even kort naar kijken. Waarbij we dus van zoekvolume naar zoekintentie gaan. Daarna wat de zoekintentie nu precies is. Dan hoe dat dan van zoekwoorden naar zoektermen gaat. En dan hoe je ontdekt wat nou die zoekintentie is. Hoe kom je achter wat de zoekintentie is? Allereerst, iedereen zegt zoekwoordenonderzoek, dus daar heb ik het nu maar even op aangepast. Maar eigenlijk ben ik heel erg voorstander van om het juiste woord zoektermen te gebruiken. Waarom? Ja, dat gaan we dus zo met die zoekintentie ook ontdekken. Maar het gaat over het algemeen eigenlijk niet over losse woorden. Als je het onderzoek doet, dan is het traditioneel eigenlijk een focus geweest op zoekvolume. Dat heb ik in mijn eerste cursussen bij SEO Guru bijvoorbeeld ook meegemaakt. En ik zie dat gewoon eigenlijk vanaf het begin dat ik hiermee bezig ben, zag ik heel veel mensen dus zich focussen op dat zoekvolume. Maar het zoekvolume zelf, eigenlijk zegt dat niet zo heel veel. Er hangen wat nadelen aan. Allereerst, als je zoektermen of zoekwoorden kiest met hoog zoekvolume, dan zit daar heel vaak ook enorm hoge concurrentie op. Dus daarmee zul je niet zo makkelijk hoog in de zoekmachines komen. Terwijl dat natuurlijk je doel is. En verder zegt zo'n los zoekwoord, maar ook eigenlijk een zoekwoordcombinatie, niet alles over de Google-gebruiker, over wat hij zoekt en over eventueel toekomstige veranderingen. En daar komen we zo meteen ook een heel mooi voorbeeld van tegen. Want we zitten nu in die gekke
crisis, die gekke situatie, waar de minister-president al van zei, dit is ongekend, dit is iets wat we sinds een Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt. We zitten in die crisis rondom de corona. Dat woord, die ene zoekterm, wat levert dat op als je wat gaat zoeken qua zoekwoordenonderzoek? Nou, dan zie je bovenin al staan het zoekvolume van 1400. Dus er wordt gemiddeld, dat is altijd een gemiddelde, dus daar zitten pieken en dalen in per maand. Maar dat is gemiddeld genomen, per maand wordt er dus zo ongeveer 1400 keer opgezocht. Het zijn altijd afgeronde getallen ook, dus het is geen exact getal. Het is afgerond, het kan wat meer, het kan wat minder zijn. En dat is een gemiddelde genomen over de afgelopen 12 maanden over het algemeen. Dat kan per tool wel eens wat verschillen, maar over het algemeen is de standaard wel de afgelopen 12 maanden. Daar wordt het vaak op gebaseerd. Nou, is dat zoekvolume ook nog eens een keertje heel breed? Want zo af en toe kan het ook zijn dat daar varianten in meegenomen worden. Maar in principe 1400. En het kan natuurlijk nu zo zijn, want we hebben het over actualiteit. Het kan natuurlijk nu zo zijn dat dat zoekvolume wat omhoog getrokken wordt, omdat er nu natuurlijk wat meer op gegoogeld wordt. Hè, waardoor dus het zoekvolume, als je het 2-3 maanden geleden had gecheckt, misschien op 1200 stond of op 1000, bij wijze van spreken. En let wel, ik heb de data hier gekozen gewoon puur voor Nederland, want dan heb je wel het meest reële beeld, want daar hebben wij mee te maken. Nou, de overige zaken die je hier ziet, die zijn wat discutabel als het gaat om SEO in ieder geval. Waarom? Nou, de Google Ads Competition heb je niks mee te maken. Je kijkt niet naar advertenties, het gaat om SEO, dus de organische posities. Dus die click cost assessment die daar in het midden staat, heb je ook niks aan. Traffic cost assessment, hetzelfde verhaal, want daar heb je gewoon mee te maken als je gaat adverteren. Nou, de KEI, dat is een ander verhaal. Dat is een instrument dat mensen nog wel eens gebruiken om te berekenen hoe zwaar de concurrentie is. Persoonlijk vind ik dat niet zo heel spannend, want eigenlijk de KEI baseert zich op hoeveel zoekresultaten zijn er, hoeveel pagina's staan er in Google als je zoekt op die ene zoekterm. Dat is heel leuk en aardig, maar uiteindelijk is het enige doel wat je wilt behalen, is de top 10 en het liefst zo hoog mogelijk in de top 10. Dus eigenlijk zijn de eerste 10 zoekresultaten die nu scoren op die zoekterm, zijn je belangrijkste focus. En dan is de rest van al die pagina's niet eens zo heel spannend en interessant voor je. Kijken we naar wat eronder staat, en dat is een heel interessante, die nog wel eens verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Dat is namelijk de grafiek uit Google Trends. En Google Trends kijkt puur naar de populariteit van een bepaalde zoekterm over een bepaalde periode. En je ziet daar een enorme piek. Hè? Zo net na 8 maart zie je dat hier verschijnen, dat er een enorme piek komt en die staat dan op 100. En let wel, dat is dus even heel essentieel om te weten. Want het lijkt namelijk dat voor de rest er niet of nauwelijks op gezocht wordt. Hè? Hier is het gewoon voor, nou ja, zeg maar maart, staat er eigenlijk zo goed als niks. En dat betekent absoluut niet dat er überhaupt niet op gezocht wordt voor die tijd. Maar 100 is het indexgetal. En dat is dus in feite het hoogste zoekvolume dat er op een bepaald moment is bereikt. En alle andere getallen daaronder zijn relatief. Dus dat is heeft puur te maken met verhouding. He, dus het is niet dat er hier meer op 100 keer op gezocht wordt, maar het zou bij wijze van spreken 10.000 keer kunnen zijn. En dat hier bijvoorbeeld 1 of 0 staat, is eigenlijk mogelijk gewoon dat daar gewoon wel een paar honderd keer per maand gezocht werd op dat moment. Maar dat valt in het niet bij deze piek die hier is. Dus het is puur een relatief getal dat je hier ziet. Het is absoluut geen absoluut getal. Heel essentieel om rekening mee te houden. En dat zegt in dit geval iets over de zoekintentie. En dan met name natuurlijk, omdat we nu weten, hè, iedereen is hier bezig met dat coronavirus. En wat dat allemaal voor nieuws oplevert of wat dan ook. En dat zien we ook als je nu zo'n top 10 in Google gaat bekijken. Ik heb even een screenshot van, nou ja, eigenlijk zeg maar het bovenste gedeelte dat je krijgt. En je ziet hier, hè, nieuwselementen of nieuwsstukken. Dus dat is ook wel logisch, want corona is gewoon nieuws. Hè, je ziet zelfs links nog een waarschuwing, waarbij Google dus iets extra's toevoegt, omdat dit iets is wat natuurlijk heel essentieel is voor mensen om daar voorzichtig mee om te gaan op dit moment. En daarnaast zie je rechts de kaart van het coronavirus, overzicht van gevallen. En daar zie je dus gewoon dat die hele pagina nu zo'n beetje over
het hele coronavirus gaat. Terwijl eigenlijk kenden we dat coronavirus tot, nou, laten we zeggen, eind vorig jaar, begin dit jaar, helemaal niet. Daar waren we helemaal niet mee bezig, werd er niet op gezocht. Waar zochten mensen waarschijnlijk op in die tijd? Op het biertje, gok ik zo. Hè, dat zal toch het meest populaire zijn. Nou, dan zie je dat ook een beetje terug in de zoekresultaten, als je die gaat analyseren, zeg maar, van hoe die zijn gezien de historie. Hè, je ziet hier een stukje van de top 13 in dit geval. Hè, dus je ziet 1 tot en met 13 hier in deze kolom staan. En daarbij zie je dus, wat je waarschijnlijk ook wel heel duidelijk zal opvallen, kijk, er zijn een paar stijgers, een enorme stijger op nummer 2. En vanaf nummer 2, of vanaf nummer 3 dan eigenlijk, is alles volledig nieuw. Dat betekent dus dat Google in dit geval die hele top 10 heeft aangepast. En dat er totaal andere pagina's in die top 10 terecht zijn gekomen dan dat er voorheen stonden. En helemaal onderin zie je op nummer 13 nog net corona.nl. En corona.nl, dat blijkt een ik geloof een soort van boutique hotel te zijn in Den Haag. En die is van nummer 4 helemaal gekelderd naar nummer 13. Die is gewoon uit de top 10 weggevaagd. Waarom? Omdat die hele zoekintentie anders is geworden. Google snapt dat mensen die op corona zoeken nu echt niet meer naar het hotel op zoek zijn of naar het bier op zoek zijn. Dus het bier is ook volledig verdwenen uit de top 10 als het er al stond. Dat kunnen we niet helemaal zo weer ophalen, maar grote kans dat dat zo is geweest. En Google heeft die hele top 10 aangepast omdat het nu allemaal over het coronavirus of het coronavirus gaat. Die hele top 10 heeft niks meer te maken met bier of andere zaken rondom corona. Rondom corona. Dus, wat kunnen we daaruit halen? Nou, wat is nou die zoekintentie? De zoekintentie is de behoefte achter de zoekopdracht. Het gaat erom, waar is die Google-gebruiker nu echt naar op zoek? Nee, je ziet dus net in het voorbeeld van net dat Google zich daar dus ook echt op aanpast. Je kunt nu op corona zoeken, maar dan krijg je niks over het bier te zoeken. Dan zul je toch echt wat meer je best moeten doen om daar dus de juiste zoekresultaten voor te krijgen. En datzelfde geldt voor het hotel. Die heeft er dus ook helemaal niks meer aan. Die wordt daar niet meer echt goed op gevonden. Maar dat is ook niet relevant, want de kans is ook bizar groot dat mensen alleen maar bezig zijn met het coronavirus. En dus niet zitten te wachten op de website van het hotel in de zoekresultaten. Waar is zo'n gebruiker naar op zoek? Nou, we hebben in principe drie soorten zoekopdrachten. Ten eerste gaat het om informatie. Nou, we zien dus nu heel duidelijk dat corona-verhaal, dat inderdaad puur op informatie gaat nu. Dan heb je nog een specifiek merk of specifieke plaats. Hè, dat was eigenlijk het bier bijvoorbeeld, of inderdaad het hotel. Hè, dat is dan een locatiegericht of een puur specifiek gerichte zoekterm van daar wil ik naartoe. Of het nou de website van Corona Bier is of naar het hotel. En dan heb je de aankoop, hè, de commerciële intentie waarbij mensen of bezig zijn met oriënteren. Hè, op het moment dat jij een nieuwe smartphone wil kopen, dan ga je eerst een beetje kijken. Dan zit daar misschien nieuwste smartphones bij of prijzen nieuwste smartphones. Dan wil je wat meer weten over welke smartphones je kunt kiezen, bijvoorbeeld. Nou, daarbij kan ook nog een stukje vergelijk al zitten. Nou, dan krijg je op een gegeven moment dat mensen inderdaad echt gaan vergelijken. Dan hebben ze misschien een selectie gemaakt van een aantal modellen die ze willen kopen. En dan gaan ze kijken naar, nou ja, welke zijn er te kopen of welke prijzen zijn er. En dan krijg je op een gegeven moment de koopbereidheid. En vanuit die koopbereidheid gaan ze dus echt specifiek naar een webshop zoeken of naar een model zoeken en daar een prijs bij, zodat ze, dan weet je gewoon op een gegeven moment, hey, die zijn aan het kopen, hè? iPhone X prijs of iPhone 11 prijs, weet ik veel dan. En dan zie je dus dat mensen echt al bezig zijn met het koopproces, dan zitten ze echt helemaal klaar om te kopen. Je kunt het in principe nog heel veel verder opsplitsen, veel gedetailleerder maken, hoor. Dit is een vrij brede insteek. Je kunt het veel specifieker maken, maar dit is wel globaal gezien de belangrijkste verdeling die je in dit soort zoekintenties hebt. Goed, dan ga je dus inderdaad van het zoekwoord, hè, het losse corona,
naar de zoekterm. En dat is in dit geval bijvoorbeeld corona bier. Je gaat dan naar een wat specifiekere woordcombinatie die iets meer zegt over wat mensen zoeken. Voorbeeld dat ik heel vaak gebruik tijdens trainingen of andere uitleg is vaak ook bijvoorbeeld het woord golf. Waar denk je aan als ik zeg golf? Nou, de een zal het over auto's hebben, de ander zal het over een sport hebben. En zo heel af en toe hebben mensen het ook over bijvoorbeeld water of zelfs elektronische golven, radiogolven en dat soort zaken. Anders is natuurlijk bijvoorbeeld ook het woord Ajax. In Nederland is het heel logisch dat het dan over de voetbalclub gaat. Maar Ajax is natuurlijk de god uit de Griekse mythologie waar de sportclub naar vernoemd is. Het is een schoonmaakmiddel, een merk schoonmaakmiddel. Er zijn zelfs brandblussers met de naam Ajax. En zo kun je nog wel even doorgaan als je daar op doorgaat. En zo zul je dus ook zien dat in Nederland het zoekresultaat natuurlijk vooral over de sportclub gaat. Maar waarbij het in andere landen er waarschijnlijk anders uit zal zien. Nou, en dat heb je hier dus ook. He, alleen dat ene losse woord zegt niet altijd alles. En je ziet dat dat dus in heel korte tijd ook heel erg kan veranderen hoe het van de ene zoekintentie naar de andere zoekintentie gaat. En dat Google zich daar dus ook op aanpast. Dat hij de zoekresultatenpagina daarop aanpast voor je. Ik heb dat zelf ook ervaren. Toen ik begon, was ik, zoals ik al aan het begin zei, bezig met teksten. Ik wilde mijzelf als tekstschrijver aanprijzen. Toen zette ik in op SEO-teksten. Dat was voor mij een belangrijke zoekterm, dacht ik. En het lukte mij vrij snel om toch de top 10 in te komen op die zoekterm. En ik haalde zelfs SEO-guru in. Ik vond dat een heel mooie, mooi om dat voor elkaar te krijgen. Daar was ik helemaal trots op. Nou, dat ging een tijdje goed. Ik kwam niet heel hoog. Positie 6 was volgens mij de hoogste positie die ik heb gehaald. Bleef meestal ergens zo rond positie 8 hangen. En ik kwam maar niet verder. En sterker nog, op een gegeven moment kelderde ik die top 10 uit. En was ik gewoon niet meer echt vindbaar op SEO-teksten. En toen ging ik eens even kijken wat er aan de hand was. En toen zag ik dat die hele top 10 eigenlijk alleen maar bestond uit informatieve pagina's. Wat zijn SEO-teksten? Hoe schrijf je SEO-teksten? En er zat geen commerciële pagina tussen. Terwijl mijn pagina dus inderdaad een commerciële pagina was. Waar ik dus op dat moment gewoon mijn diensten aanbood en mezelf probeerde te verkopen. Ik paste dus niet meer bij die zoekintentie die op dat moment in die top 10 stond. Dus moest ik iets anders. Dus ik ben toen gaan zoeken om welke zoekterm dan relevant was. Nou, dat was SEO-tekstschrijver. Dat was concreter. En daarvan zag je inderdaad dat mensen die daar dus op zochten, volgens Google kennelijk echt op zoek waren naar een tekstschrijver die kennis heeft van SEO. En daar paste ik dus beter in. Dus ik heb de boel omgegooid. Ik heb me gefocust op SEO-tekstschrijver voor de commerciële pagina. En ook dat is redelijk goed gelukt. En ik heb de focus nu losgelaten. Dus volgens mij sta ik op dit moment ook niet meer in de top 10. Maar dat is ook niet zo heel spannend meer. En dat zie je hier dan ook. Ga je dan onderzoek doen. Dan zie je dus qua zoekvolumes. Het is natuurlijk een heel stuk lager dan wat je hebt met alleen het woord corona. Maar je hebt er natuurlijk niks aan om op corona te scoren als je niks met het virus te maken hebt op dit moment. He, dus dan ga je kijken op corona bier. En ik heb hier de Engelse spelling gedaan. Daarvan zag ik, dat zie je hier helaas even niet staan, maar daarvan zag ik dat het zoekvolume op 480 stond. Dus die heb ik als basis genomen. Daar zie je dan bijvoorbeeld ook nog de Nederlandse variant. Daar zit het zoekvolume van 100 op. En dat lijkt dan een fors stuk minder, maar je weet wel dat de bezoekers die je binnenkrijgt daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in dat corona bier. Dus daar heb je veel meer aan om die als bezoeker binnen te krijgen. Plus de concurrentie is gewoon minder stevig en je hebt een grotere kans om hiermee gewoon echt wel vindbaar te worden in Google. Terwijl je dat met alleen los woord corona op dit moment in ieder geval even niet hebt. En je kunt meerdere van dat soort voorbeelden pakken. Maar ga er gewoon goed vanuit van, joh, weet je, hoeveel kans krijg heb ik om hoog in Google te komen en wat levert het me dan op aan potentiële klanten eventueel, want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Je hebt er niks aan om allemaal mensen op je website te krijgen die eigenlijk geen klant bij je gaan worden. Dus je wilt wel gewoon gerichte bezoekers krijgen en daar is die zoekintentie gewoon heel relevant bij. Wat wel heel goed is om rekening mee te houden is dat de informatieve zoektermen, dat zit toch wel op ongeveer 75% van het aantal zoekopdrachten dat er in de zoekmachine gedaan wordt. Dus commerciële, daar zit een fors lager aantal in.
Maar dat geeft dus ook weer kansen. He, je kunt dus ook wel kijken hoe je dus wel met informatieve zoektermen kunt aanhaken op de behoeften van je potentiële klanten. Zodat je daar dus ook op gevonden wordt. Maar het is dus goed om ook als je gaat onderzoeken van he, welke zoektermen zijn voor mij relevant, welke zoektermen wil ik op scoren, dat je weet welke zoekintentie hangt daaraan, zodat je daar ook op kunt inspelen. Zodat je weet van, hé, dit is een informatieve zoekterm. Als ik iets wil, hè, als ik wil scoren in de zoekmachine, dan is het relevant om daar dus een goede informatieve pagina over te schrijven. En het heeft geen zin om daar met een commerciële pagina mee in de top 10 te komen. En daarom is het zo belangrijk om te weten welke zoekintentie eraan hangt, omdat je anders met de verkeerde pijlen schiet. En dan schiet je gewoon op het verkeerde doel en dan gaat het mis. Dan gaat het je eigenlijk niet opleveren wat je wilt dat het je gaat opleveren. En daarom is het goed om gewoon echt dat zoektermenonderzoek goed te doen. En daarom noemen we het dus ook zoektermen. Dan heb je gewoon meerdere woorden. Overigens nog even goed om daar even op in te spelen. Daar is ook nog wel een misverstand over. We hebben het bij zoektermen ook over shorttail en longtail. En een veel voorkomend misverstand is dat shorttail te maken heeft met een korte woordcombinatie. Dat 1 of 2, maximaal 3 woorden is. En als het 3 woorden of meer is, dat dan de zogenaamde longtail is. Dat is absoluut niet waar. Er zit wel enige correlatie, zoals dat heet. Dus er lijkt een verband te zitten. Maar uiteindelijk is het zo dat de shorttail en longtail alles te maken heeft ook weer met volume. En dat komt uit de statistiek. En dat wordt ook gebruikt in bijvoorbeeld verkoop. Ik kom uit de winkel, dus ik kan het heel mooi als voorbeeld nemen. Als je in de winkel werkt, in een echte fysieke winkel, dan kun je natuurlijk onmogelijk alles op voorraad hebben. Dus wat heb je in je winkel op voorraad? Een aantal hardlopers, want dat is hetgene waar je het meest snel aan kunt verdienen, waar een grote omloopsnelheid in is en er dus ook een hoop volume in zit. En daar heb je hem. En dan heb je een aantal producten die je wel op voorraad moet hebben, omdat er wel vraag naar komt, maar die je dus gewoon fors minder verkoopt. En dat is dan de long tail. En die short tail producten, die kun je nog mooier doen in een online shop. Als jij een online shop hebt, dan heb je die short tail natuurlijk sowieso al staan. Maar kun je optimaal profiteren van die long tail. Want die long tail, daar zit ook nog een enorme staart aan volume in. Van zoektermen, heel veel zoektermen, die allemaal bij elkaar opgeteld een zoekvolume hebben die super interessant kan zijn om toch mee te verkopen. Dan kun je misschien met je shorttail meer verkopen dan met de longtail meer verkopen dan met de shorttail. Dus het heeft alles met volume te maken. Een winkel als bol.com kan prima verdienen op die enorme longtail door eigenlijk het complete assortiment aan te bieden aan producten dat er in een bepaalde categorie is. Terwijl je dat in een winkel echt alleen maar voornamelijk de eerste, de shorttail pakt, hè, dat grote volume. Hè, stel dat je het hebt over, want ik kom uit de cd-winkel, cd's, dan heb je gewoon altijd de top 10 of de hardlopers. Die heb je volop op voorraad. Dat is een 40-50% van je omzet. Maar dan heb je dus ook nog allemaal catalogusproducten, allemaal cd'tjes die wat ouder zijn. Die verkoop je misschien 1 keer in de week, misschien 1 keer in de maand zelfs, of misschien 1 keer per jaar. Maar die moet je wel hebben staan, omdat er zo af en toe ook wel verkoop van is. En dat hoef je dus in die selectie van wat je daar wel of niet van hebt, hoef je in een online winkel niet weer te geven. Nou, breng je terug naar de zoektermen, dan is dat natuurlijk ook zo. Daar heb je dus de short tail, waar dus heel veel zoekvolume op zit. Daar is ook de concurrentie hoog op. En daarvan is vaak dus niet zo heel duidelijk wat de zoekintentie is. Vaak zijn het wel de kortere zoektermen, maar dat is niet altijd zo. Sterker nog, eigenlijk is longtail versus shorttail zelfs nog een stukje verhouding van. Dus er is geen absoluut getal aan te hangen. Als je mij zou vragen, ja, maar wanneer is het longtail, wanneer is het shorttail? Dat heeft te maken met je complete lijst. Als jij een lijst maakt voor een hoofdonderwerp, dus je bepaalt voor je website een aantal hoofdonderwerpen. Daar doe je zoektermenonderzoek op. En dan heb je per hoofdonderwerp heb je heel duidelijk een verschil tussen een aantal shorttail zoekopdrachten, shorttail zoektermen, waar een heel hoog volume op zit. En dan zie je vaak
Stel dat het bijvoorbeeld 2000, 3000 is, en dan zie je vaak dat daar in één keer de short tail komt, dan schiet het onder de duizenden, dan is het nog een paar honderd tot misschien tientallen aan zoekopdrachten per maand voor die zoektermen. En dat is dan heel duidelijk die long tail die je ervan kunt maken. En die long tail kun je vaak ook nog uitbreiden, omdat er heel veel variaties op die verschillende woorden uit die zoektermen zitten. Dan gaat het nou even natuurlijk over die zoekintentie. En dat kun je voor een groot deel zelf wel ontdekken. Hoe ontdek je nou, als je die zoektermenlijst hebt gemaakt, hoe ontdek je nou wat die zoekintentie is? Nou, allereerst gewoon zelf doen. Zelf goed nadenken. Je kan zelf, nu je dit weet, waarschijnlijk al bepalen dat coronabier zelfs al vrij breed is. Coronabier kopen is misschien veel interessanter, want dan weet je dat mensen daadwerkelijk willen kopen. En dat dus een veel interessantere zoekterm is. Zelf altijd goed nadenken, dus wat zou iemand willen weten, of waar is iemand naar op zoek op het moment dat hij deze zoekterm gebruikt. Dan zijn er tools. Meerdere tools. Je kunt altijd zelf kijken welke tools vind ik handig en welke informatie kan ik uit welke tool halen. Maar er zijn allerlei tools voor zoektermenonderzoek, waar je in ieder geval allerlei zoektermsuggesties uit kunt halen en waarmee je dus kunt kijken van wat zou volgens mij de zoekintentie zijn. En natuurlijk Google zelf. We hebben dat net ook gezien. Als je die top 10 voor corona bekijkt, dan kun je daaruit opmaken wat Google heeft bepaald dat die zoekintentie dus kennelijk is. Dus daaruit kun je opmaken van, sluit ik daarop aan met datgene wat ik wil tonen op mijn webpagina of niet? Zie je duidelijk een informatieve zoekintentie. Terwijl jij juist een commerciële pagina hebt over dat onderwerp, dan weet je dat het gewoon geen zin heeft om daarop in te steken. Nou, vragen. We gaan natuurlijk eerst nu vragen behandelen. Dus als er vragen zijn, dan staan we daarvoor open. Mocht je alsnog vragen hebben, als je nu je vraag hebt gesteld, dan hoop ik dat ik zo even wat vragen doorkrijg. En dan gaan we die behandelen. Maar heb je nog vragen, dan kun je natuurlijk ook via mijn website of via Twitter, @letterzaken, bij me terecht om vragen te stellen. Dus ik ben even benieuwd vanuit Patrick. Ik weet niet of jij op een of andere manier vragen nog ergens voor mij hebt, Patrick. Dan zie ik dat graag. Ik kan jou niet horen. Ik weet niet hoe het zit, maar ik hoor nu niks. Dus ik ben even benieuwd of er eventueel vragen zijn. Even kijken of ik dat eventueel in de chat zie. Dus ik ga even uit dingen. En dan ga ik eens even kijken. Ik zie ook Q&A staan. Oké, ik open gewoon even de Q&A. Daar ga ik gewoon eerst even naar kijken. Allereerst zie ik een vraag. Welke waarde heeft een kwaliteitslabel waar er zoveel van zijn op SEO? Ja, kwaliteitslabel. En dan ga ik er even vanuit dat je het hebt over badges van organisaties waar je bij aangesloten zit, of een certificaat die je ergens bij hebt gehaald, dat soort zaken. Nou, in principe heeft dat niet per se veel invloed op je SEO, alleen is het bij dit soort dingen wel zo, zoals altijd eigenlijk alles bij SEO, zoals we dan zeggen, it depends, het hangt er vanaf. Er zijn elementen die een zoekmachine wel over kan nemen, wel kan bekijken en mee kan nemen in overwegingen. En het is aan de andere kant ook zo dat, kijk, betrouwbaarheid is gewoon een ding, bezig met kijken wat betrouwbaar is en wat niet. Dus als je als webshop aangesloten bent bij een webshop keurmerk, een webwinkelkeur bijvoorbeeld, dan is natuurlijk wel een stukje extra betrouwbaarheid. Eigenlijk is het zaak, bekijk het vanuit de ogen van je klant. Want zo zal Google dat ook steeds meer benaderen. Dus op het moment dat je het bekijkt als een potentiële klant, hoe belangrijk zou jij het vinden? Dan weet je dat Google dat ook meeneemt. Alleen in welke mate is heel moeilijk te zeggen. Even kijken, op onze corporate website bieden we diverse diensten aan, waardoor de user experience suboptimaal is. Echter, SEO technisch gezien scoort deze website wel bijzonder goed op allerlei relevante zoektermen. Wat zouden jullie adviseren? Per,
de website per dienst lostrekken met risico dat de SEO-rankings wegvallen, maar wel de user experience verbetert of zo laten met een suboptimale user experience. Ja, dit is eigenlijk een te complex verhaal om zo op in te gaan. Hiervoor heb ik ook meer details nodig. Ik kan niet een antwoord geven op zoiets zonder eigenlijk concreet te zien waar het over gaat. Dus hoe graag ik het antwoord ook zou willen geven, kan dat eigenlijk op basis van enkel deze informatie, kan dat gewoon niet. Daar is echt meer gedetailleerde informatie voor nodig. Echt een voorbeeld en duidelijkheid hoe het zit. Hè, maar SEO-technisch gezien, als je zegt het scoort al goed, ja, dan snap ik wel dat het een heel lastige casus is waar je mee loopt. Maar sorry dat ik dat nu niet zo kan oplossen, maar dat is echt onmogelijk helaas. Alright, dan de vraag. Mensen die een puur informatieve zoekintentie hebben, leveren nog geen aankopen op. Hoe kun je ze motiveren om naar een koopintentie te gaan? Ja, ook daar is het eigenlijk it depends. Want als ze op dat moment nog niet willen kopen, dan heeft het ook weinig zin om ze daarop aan te dringen. Wat natuurlijk wel zaak is, is dat je kunt zorgen aan je merk, of te werken aan je merkbekendheid. Een veel gebruikt middel is natuurlijk zorgen dat je mensen op je e-maillijst krijgt. Want op die manier blijf je op hun netvlies staan. Dus het is eigenlijk zaak om in beeld te blijven. En dat kan bijvoorbeeld door mensen op je e-maillijst te krijgen, door slim daarop in te spelen. Maar ja, ook dit is weer iets om veel dieper op in te gaan en wat minder SEO gericht wat dat betreft. Maar het is wel goed om echt na te denken over hoe kun je mensen aan je binden, zodat je uiteindelijk inderdaad vanuit het informatieve wel terugkomt op de sales. Even kijken, valt het te investeren in een SEO-expert terwijl Google's algoritme toch door bepaalde betaalde advertenties de zoekintentie betaalt? Nou, dat is niet helemaal waar. Hier zie ik tenminste wat ik lees. Advertenties en zoekintentie hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. Het Google-algoritme gaat puur over de organische zoekopdrachten, dus niet de betaalde advertenties. Dus die twee dingen staan echt los van elkaar. Die twee zou ik echt los van elkaar koppelen. Ga je dan zeggen van joh, ga je investeren in een SEO-expert en je zit met wijzigingen in de zoekintentie, wijzigingen in het algoritme. Ja, weet je, kijk, het corona is natuurlijk een extreem geval. Dus dat is gewoon vette pech als je daar goed op scoorde en nu niet meer. Maar globaal gezien zal er over het algemeen niet per se vaak iets wijzigen. Google is vooral aan het tweaken, vooral kleine wijzigingen aan het doen om het voor hun gebruikers beter te maken in de zoekresultaten. En niet om jou te pesten en in één keer een andere zoekintentie eraan te hangen. Dus dat zal niet zo heel gauw heel erg veranderen. En juist een goede SEO-expert zal jou helpen en zal het met jou in de gaten houden om te zorgen dat je op de juiste zoektermen scoort. En misschien op meer zoektermen zelfs gaat scoren dan dat je al doet. Dus die helpt je juist om met die zoekintentie aan de slag te gaan en de juiste zoektermen te pakken om op te scoren. Dus dat zou wat dat betreft mijn antwoord zijn. Kun je de zoekintentie ook gebruiken om te ontdekken in welke landen er mogelijk veel wordt gezocht op de zoekintermen die passen bij je product en hoe pak je dat aan? Even kijken hoor, want ik hoor eigenlijk een beetje, of ik lees eigenlijk een paar verschillende dingen. Kijk, in principe, als het gaat om zoektermen en zoektermenonderzoek, dan is het verstandig om dat sowieso per land te doen. Omdat je natuurlijk eigenlijk in elk land andere zoekresultaten hebt. Google past het aan op een land. Dus dat betekent als jij inderdaad van plan bent om je internationaal te focussen met je bedrijf, dan is het goed om per land zoektermenonderzoek te doen. Dus ga daarmee aan de slag, maar hou ook rekening met taal. En taal kan natuurlijk wel een lastige zijn, want er zijn natuurlijk vertalingen die niet letterlijk over te nemen zijn. Dus je zal daar ook een specialist bij moeten hebben die kennis heeft van de taal, omdat sommige dingen zich niet helemaal letterlijk en goed laten vertalen. Maar ik zou voorstellen dat als je inderdaad echt bezig bent met internationaal, dat je dus je zoektermenlijst die je in één taal hebt opgesteld, probeert om te zetten naar een andere taal en van daaruit het zoektermenonderzoek in die taal te doen. Ik hoop dat dat een duidelijk antwoord is op je vraag. Welke zoekterm keyword tool is het meest praktisch te gebruiken als ondernemer? Nou, heel simpel, dat moet je zelf ontdekken.
Er zijn legio tools, zowel gratis als betaald. Persoonlijk heb ik wel mijn voorkeur, maar ook dat is persoonlijk. Dus je moet zelf ontdekken wat jij prettig vindt, wat voor jou werkt en wat voor jou ook de investering waard is. Want de betaalde tools zijn vrij prijzig. Dat is voor mij geen probleem, want ik weet wat ik eruit haal aan data en aan waardevolle informatie waar ik mijn klanten mee kan helpen. Het bespaart mij ook tijd, want ik ben minder tijd bezig met onderzoeken, omdat dat in die tool allemaal al gaat. Maar als je één pitter bent of kleine onderneming hebt, dan is een tool van $99 per maand al gauw een flinke investering. En de vraag is, haal je dat eruit? Je kunt het eruit halen als dat betekent dat jij bij wijze van spreken een medewerker daarmee aan de slag kan zetten. En kan besparen op een externe specialist die jou een fix uurtarief kost. Maar dan moet het wel inderdaad optimaal gebruikt worden. Dan moet je er wel echt alles uithalen. Maar de tools zelf zul je echt zelf moeten ervaren. Wat ik wel vind is dat je goed moet kijken naar of kritisch moet kijken naar de data. Zoekvolume is geen echt vastgetimmerd iets. Het is een grijs gebied. Het zijn altijd zogenaamde guesstimates. Hè? Schattingen op basis van data uit de afgelopen 12 maanden. Daar zullen we het mee moeten doen. Je moet het niet als een vaststaand feit zien. Het is een schatting, een indicatie. En hou daar dus ook altijd rekening mee. Maar ervaar zelf. Ga gewoon eens met wat van die tools aan de slag. De meeste tools die betaald zijn, hebben een proefperiode, gratis dan wel niet betaald. En pak eens zo'n proefperiode en ga dan ook echt tijd reserveren om in die proefperiode optimaal gebruik te maken van zo'n tool, om eens te kijken wat je ermee kan en of het voor jou werkt. Is het belangrijk om longtail zoektermen exact te matchen met de BERT update in gedachten? Deze impliceert namelijk dat Google semantiek en context beter begrijpt. Eigenlijk, als ik zeg maar jouw vraag lees, dan is jouw tweede zin eigenlijk al het antwoord op de vraag. Want Google gaat veel beter context begrijpen, gaat veel beter natuurlijke taal begrijpen. Dat is het doel van Google BERT. En Google zegt zelf, je kunt niet updaten voor BERT. En dat is denk ik ook de hele insteek. Als jij altijd al gewoon goede teksten schrijft met je lezer in gedachten, natuurlijke teksten, dan gaat Google die juist nu beter begrijpen. En uiteindelijk zul je daar van profiteren. En gaat het juist minder om optimaliseren voor bepaalde woorden en zoektermen. En meer om begrijpen wat de context is. Dus nee, je kunt niet optimaliseren op Google BERT. Je kunt juist beter optimaliseren voor je klant nu, dankzij BERT. Als relatief kleine organisatie kun je je dan beter op longtail richten dan op shorttail? Ja, absoluut. Longtail is over het algemeen minder concurrerend. Niet altijd, maar over het algemeen wel. Er zit veel meer ruimte voor kleine ondernemingen om daar ook op te kunnen scoren. Dus ja, begin altijd met longtail. Dat is vaak ook gerichter. En die shorttail, dat is de ervaring die zeg maar mijn vakgenoten en ik wel hebben, is die shorttail die komt eigenlijk in de slipstream van je longtail. Dus als je goed gaat scoren op longtail, dan profiteer je daar op de lange termijn. Dat is echt wel een lange termijn verhaal, maar op de lange termijn profiteer je daar mogelijk ook wel met je shorttail op. Hoe kom je in Google samenvattingen? Is daarop te optimaliseren of technisch of wellicht qua zoektermen? Samenvattingen. Ik ken de uitdrukking Google samenvattingen eerlijk gezegd niet. We hebben Google News, hè, wat je net zag met corona. Je hebt ook de featured snippet, dus dat is dat blokje met antwoorden bovenin. Google News, daar is dus zeg maar speciale code voor. Daar moet je ook voor aanmelden via Google, dat je dus in Google News wilt worden opgenomen. Maar dan moet je ook echt een site hebben die zich richt op nieuwsgeving. En de featured snippet is in principe niet een technische optimalisatie, maar gaat echt puur op, geef jij een goed antwoord op een specifieke vraag. Ook dit is weer lastig om zo even een antwoord op te geven, omdat daar eigenlijk veel meer, ook weer veel meer bij komt kijken. Wat is mijn mening over de opmaak van de corona-covid-gerelateerde content landingpage op de website, indien het gekoppeld is met info over de voorzorgsmaatregelen, specifieke promoties
enzovoort te doen of eerder niet aanbevolen. Lastig. Ook dit is eigenlijk iets waar ik een voorbeeld van zou moeten zien. Want je hebt waarschijnlijk iets in gedachten wat ik niet zo direct voor me zie. Maar ook hier is eigenlijk het antwoord wat ik net al eerder heb gegeven. Hou je klant in gedachten. Wat heeft je bezoeker eraan? Help je bezoeker. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Is iets nuttig voor je bezoeker? Dan voer het dan zo door. Dat zou zeker het advies zijn. Dus als jij vindt dat je met promoties of specifieke informatie je klant beter helpt, doe het dan, want de kans is vrij groot dat dan ook zo is. En dat kan nooit verkeerd zijn. Mensen zoeken altijd op trefwoorden van producten die ze kennen. Wat als je product totaal nieuw is en welke trefwoorden gebruik je dan? Ja, dat is een lastige. Of niet. Kijk, je zult aan brand awareness moeten werken. Je zult aan iets met iets nieuws zul je naam moeten opbouwen. Dan zou je in eerste instantie sowieso op de meer informatieve zoektermen moeten komen. Om op die manier te laten zien dat die informatieve zoektermen die passen bij jou. Bij jouw merk of product, dat je daar dus mee bezig bent. Zo kun je zorgen voor wat meer brand awareness. Concurreer je met iets bestaands, dan zou je kunnen focussen op bijvoorbeeld een combinatie van een concurrentennaam en dan bijvoorbeeld alternatief, hè, want daar ben jij een alternatief voor. He, dus denk wel aan gerelateerde zaken. Er zullen vast wel gerelateerde zaken zijn waar jij je mee bezighoudt. Er zal vast wel iets zijn waar jij je op richt, waar dus een bestaand iets voor is. Dus daar zou je op in kunnen spelen. Daarnaast, en dan kom je echt in de goede longtail. Welke vragen spelen er bij jouw potentiële doelgroep? Waar jij een antwoord op hebt. Of nog specifieker, welke problemen los jij op met datgene wat je aanbiedt? Die problemen, daar lopen mensen mee. Daar wordt op gegoogeld, misschien niet zo heel veel. Dus het kan zijn dat je een zoekvolume tegenkomt dat heel laag is. Of zelfs nul lijkt. Maar er zullen vast mensen op googelen. Dus als jij het antwoord geeft op die vraag, als jij inspeelt op die specifieke behoeften, die problemen waar mensen mee lopen, dan zou ik daarop focussen. Dan, wij zijn leverancier in kunststof kozijnen. We willen graag starten met aluminium kozijnen. Wat is het advies? Toevoegen aan bestaand domein of nieuw domein starten en waarom? Ja, het ligt er een beetje aan. Kijk, als in jouw domeinnaam kunststof kozijnen zit, dan kan het natuurlijk lastig zijn om mensen te overtuigen dat je ook aluminium aanbiedt. Maar als je... in de domeinnaam niet per se kunststof zit, dan zou ik zeker profiteren van de autoriteit die je domein waarschijnlijk al opgebouwd heeft op dit moment, op onder andere de kunststofkozijnen. Dus als je domein al goede autoriteit heeft en niet specifiek op een subonderwerp scoort, ja, dan zou je dit gewoon prima moeten kunnen doen. Dan kun je het gewoon toevoegen en dan is het helemaal niet gek. Ja, want het is op zich helemaal niet gek dat je zowel kunststof als aluminium aanbiedt. Dat past bij elkaar, daar help je mensen mee die keuze te maken. Ik zie aanvullend, de huidige site is volledig ingericht op kunststof. Daar scoren we goed en angst is dalen met kunststofposities. Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat je zo gauw zal dalen op het moment dat jij aparte pagina's gaat maken over aluminium. Kijk, het punt is, Google beoordeelt niet een website. Google beoordeelt pagina's. Dus als jij duidelijk bent in je pagina's waar ze over gaan, dan zal het heus niet zo zijn dat je gaat dalen op je kunststof als je aluminium toevoegt. Wel kan het zijn dat als jouw homepagina, hè, als domein nu vooral heel goed scoort vanwege kunststof, en je gaat aluminium toevoegen, ja, dat zou nog iets kunnen zijn dat Google dan zegt, hey, het gaat niet alleen maar over kunststof, dus we moeten dit heroverwegen. Maar ja, dan zou je in principe, als het goed is, ook nog goede pagina's hebben over je kunststofkozijnen. Zo niet, zou ik daar dan verder op optimaliseren. Maar ook dit is, als je er echt goed op ingaat, ja, heb je daar wel meer onderzoek voor nodig en moet je hier wel echt wat meer de details gaan bekijken om het goed te kunnen beoordelen. Ik hoop dat het in ieder geval iets duidelijker maakt. Afbeeldingen. Ik ben wel benieuwd hoe je die het beste optimaliseert. Wat in URL, wat in alt tekst voor screenreaders. Ja. Afbeeldingen, ik heb daar een artikel over geschreven. Als je even googelt op afbeeldingen optimaliseren, quick win, dan zul je hem waarschijnlijk wel vinden. Daar staat eigenlijk het belangrijkste in. Kort samengevat,
Begin altijd met de bestandsnaam. Als jij een, hè, je hebt waarschijnlijk x aantal afbeeldingen die je gebruikt op, gaat gebruiken op je website. Zorg dat je die gewoon kort samenvat en dat je zelf ook snapt van, hey, als ik op zoek ben naar deze specifieke afbeelding, dan vind ik die op deze steekwoorden. Dat zijn gewoon steekwoorden. Gewoon kort, dat hoeft geen volzin te zijn. Een bestandsnaam is gewoon kort samengevat, welke afbeelding is het. Ja, als jij even terug naar de kunststof kozijnen bijvoorbeeld, dat is denk ik wel een mooi voorbeeld. Kijk, je hebt van een bepaald type kunststof kozijn, heb je waarschijnlijk meerdere foto's. Dan moet je voor jezelf weten van, hey, als ik die ene foto terugvind, die is onderscheidend ten opzichte van de anderen, omdat, ik noem maar wat, die in een bepaalde hoek is genomen. Of omdat die in een dakkapel zit. Die elementen kun je toevoegen aan steekwoorden in de bestandsnaam. Om in ieder geval voor jezelf ook duidelijk te hebben, hey, wacht even, deze afbeelding gaat daarover. Als je ze dan uploadt naar je CMS, naar je website-systeem, heb je over het algemeen niet alle invloed op de URL, maar dat is ook niet belangrijk. Want die URL van die bestandsnaam, als het goed is, wordt die niet geïndexeerd. Want je wilt eigenlijk niet dat die bestandsnaams-URL wordt geïndexeerd. Mensen moeten niet op die pagina van het bestand komen. Dus die URL kun je wat mij betreft helemaal vergeten. Dan de alt-tekst. Trouwens, heel goed dat je het alt-tekst noemt en niet alt-tag. Een tag is namelijk echt een technische term. Dat is echt een stukje code in een webpagina. En het is inderdaad een alt-tekst. De alt-tekst is bestemd eigenlijk voor mensen die de afbeelding niet kunnen zien. Van oorsprong komt dat vanuit de oude inbeltijd, toen we nog inbelverbindingen hadden met internet. Dan kon je afbeeldingen uitschakelen. Maar mensen wilden je wel vertellen wat er op die afbeelding stond. Dus de alt-tekst die omschreef dan wat er op die afbeelding stond. Nu gebruikt, je noemt hier ook al screenreaders. Nu heb je inderdaad de tekst die wordt voorgelezen door de voorleessoftware voor mensen met een visuele beperking. En dat zegt wat mij betreft ook alles. Omschrijf die afbeelding voor iemand die hem niet kan zien. Dus kijk altijd naar, bedenk altijd, als ik hem zou omschrijven voor iemand die die afbeelding niet kan zien, dat is dan je alt-tekst. En behandel hem overigens ook als zin. Dit is iets wat ik ongeveer een jaar geleden zelf pas ontdekte. Maar die alt-tekst, omdat die voorgelezen wordt, moet zo'n screenreader, zo'n software, moet kunnen zien dat die zin eindigt. Dus die moet ook eindigen met een punt. Misschien eens een keer met een vraagteken. Uitroepteken zou ik zelf niet zo gauw gebruiken. Maar behandel hem ook echt als een zin. Dus sluit hem ook als een zin af. De laatste vraag die ik even ga beantwoorden. Want ik zie dat ze nog wel binnen blijven komen. Maar we zitten even aan het eind eigenlijk van de tijd voor het webinar. Is hoe zet ik een goede linkbuilding campagne op? En zijn hier gratis tools voor? Eigenlijk zou ik hem niet moeten beantwoorden. Want het heeft niks te maken met onze webinar van vandaag. Sterker nog, volgens mij komt er een webinar over deze week. Dus eigenlijk denk ik dat je deze veel beter kunt stellen in het webinar dat later deze week komt van Bart. Want die gaat over linkbuilding. Dus wat dat betreft, bewaar hem. En ik zou zeker aanhaken bij het webinar van Bart. Dus als er verder nog vragen zijn, zoals ik al net aangaf, zet ze gerust op Twitter of bereik me via mijn website. Hou het dan wel even vooral specifiek op dit onderwerp wat we behandeld hebben, want hoewel ik heel graag bereid ben om heel veel antwoorden te geven, het webinar ging over zoekintentie, dus daar zou ik het dan wat dat betreft graag bij willen houden. Dus tot zover, bedankt voor jullie aandacht en jullie weten me te vinden als er nog iets is verder.